week. En bij ons is de kerstman langs geweest, toch? Ja. Willen jullie laten zien wat jullie allemaal hebben gekregen? Ja. Ja? Ga het eens even laten zien. Je hebt een heel mooi broekje gekregen. En deze. Ja. En jullie hebben een heel mooi huispak gekregen. Een Nike pak met deze trui erbij. Laat eens even zien. Laat je nieuwe trui eens even zien. En ik heb een mooie trui. Bij het broekje van Mar zat ook nog een heel mooi truitje. Dit is een mooi setje van Tumble and Dry. En ik zelf echt een heel mooi kindermerk. Jullie hebben allebei dit leuke huispak gekregen. Maar jullie wilden hem vandaag alleen niet aan. Een mooie... ster. Jurk! Met een ster, ja. Dat doe ik aan. Nou, dan doe jij die morgen lekker aan. Dat doe ik morgen aan. Een heel mooi truitje van Flo. En mama, die heeft ook wat gekregen. En ik heb er al twee dingen van aan. Namelijk dit hele mooie kettingje. Deze doe ik morgen aan. Is goed. En mama heeft ook dit hele mooie armbandje gekregen. Van echt zilver. Het is echt... een super mooi armbandje. En dan heb ik nog meer sieraden gekregen. Een heel mooi kettingje. Dit is ook een mooi kettingje. En dit is een speciaal kettingje. Dit is namelijk het kettingje van april. Met een aprilsteentje erin. De achterkant staat ook erop dat het een aprilkettingje is. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ik ben namelijk jarig in april. Dus ik dacht, nou, dat past wel echt helemaal bij mij. Dat dacht de kerstman in ieder geval. Ja, daar staat de 4 op. Want mama is in de 4e maand van het jaar jarig. Dan heb ik nog een mooi kettingje gekregen. Heel erg simpel, maar wel heel erg leuk. Om bij bijvoorbeeld iets zwarts aan te doen. En wat zit er nog meer in? Die is ook mooi, hè? Oh, 2 nog. 2 kettings nog. Nog 2 hele simpele, maar leuke kettingjes. Welke vind jij het mooist? Ik vind deze mooi. Oh, en jij? Jij mag hem wel omdoen. Ja hoor, kom maar. Mag ik deze om? Voor een leuke kortingscode kijk vooral eventjes in de beschrijving. Wauw. Wow. Maar wij mag hem van jou om. Ja, je mag hem voor 1 dag lenen. De kortingscode zit in de beschrijving. En we hebben nog een paar dingen gekregen van de kerstman, toch? Een hele mooie jurk. Met een rok. Heel mooi. Dit is een heel mooi jurkje. En hij is lekker zacht. Hij is lekker zacht, hè? En deze is van... vond de kerstman ook een heel leuk jurkje. Je hebt een heel mooi jurkje gekregen. Een kooljurk. En een mooie maillot. Ook van Flo, hè? Nog een jurkje van Flo. Die is mooi. Nou... kom maar op, laat je schoenen maar even zien. Zo, hopla. Laat eens zien wat voor schoenen je hebt gekregen. Wow, wow, wow. Die zijn vet. Nike. Ja. Nike. Heel mooi. En dan hebben jullie nog meer gekregen. Wat hebben jullie nog meer gekregen, meiden? Klei. Oh, Loen komt met de hele stapel aan. Wat goed. 4 kleuren klei gekregen. En jullie hebben 2 dozen String It gekregen. De dino moet over de lava heen springen. Ja, ik denk het ook. Hiermee kan je dus je eigen schilderijtje maken van draad. En dat gaan we binnenkort maar eens een keertje doen. En jullie hebben allebei nog 2 boekjes gekregen. Waar is dit boekje voor? Voor in te schrijven. Oh, en wie gaat er dan allemaal in schrijven? De school, wij. Het is een vriendenboekje. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. En dan zeggen we tegen de kijker.